Oh, jij bent zo mooi. Jij bent echt één van de mooiste kaarten in de zin. Oh, jullie zijn er al. Ja, hoi. Part 2? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe unboxing video. Nou ja, eigenlijk niet een nieuwe. Het is nog steeds eigenlijk dezelfde box die we aan het openmaken zijn. De boosterbox van Fates Collide. En als ik dit nou zo goed pak, krijg ik dan weer 12 pakjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, dan krijg ik zo weer 12 pakjes. Nou, dat is mooi. Nou, ik heb hem deze heel even mooi weer terug op mijn studiotafeltje naast me neerzetten. Dat is alleen maar handig. En don't worry, ik zal de kleedshow niet de hele tijd in beeld laten. Dat is een nieuwe video. En ja, spoilers als je deel 1 niet hebt gekeken. Maar waarom kijk je deel 2 eerder dan dat je deel 1 gaat kijken? Nogmaals, deze boosterbox is mede mogelijk gemaakt door René Cards. Dus ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Oh, en trouwens, zoals jullie kunnen zien, ja, ik sleeve ook. Dus als je een mooie kaart vindt, raad ik zeker aan om ze heel eventjes te sleeven. Mag zo heel stiekem toch ook een beetje zo in beeld zijn? Zo heel klein beetje stiekem zo. Ik bedoel, ik ben trainer Stevie, zoals dat jullie het weten. En ja, natuurlijk komt er altijd een Eevee in beeld. Ik bedoel, ze hebben zelfs een Eevee playmat, dus waarom ook niet? Nou weet ik niet, volgens mij is het wel mogelijk, maar wil je dus zelf ook zo'n Eevee playmat hebben? Volgens mij zijn ze nog steeds te bestellen. En dan kun je dus altijd kijken op de website die gelinkt staat natuurlijk in de beschrijving naar René Cards. Dus wat zijn jullie daarvan op de hoogte? Goed, we gaan gewoon gelijk even beginnen met het eerste pakje. Ik heb er zelf heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook. Want we beginnen namelijk met Shuckle. Dood bliep met Shuckle. Nou, dat moest gewoon heel eventjes gebeuren. Ik heb Fairy Garden, ik heb een Fossil Excavation Kit. We hebben weer een Riolu, we hebben Jigglypuff, we hebben Fennekin, we hebben Snivy, we hebben Whismur, we hebben Reverse Holo Loudred. En oh, we beginnen goed. Mega Arno! Holy shit! Dit is een kaart die in kampioenschappen zelfs is gebruikt. Holy snijkvogels! Damn, die zag ik niet aankomen. Ons eerste bakje en gelijk. Wow. Nice. Nou, jongens. Heeft het nog nut om de andere pakjes open te maken? Kennen we dit nog overtreffen? Ha, jou ook voor de gek. Natuurlijk, we hebben nog steeds Umbreon niet gevonden. Of Volhard. Espeon, Espeon zit er hier. Volhard Glaceon of Umbreon, dat kan natuurlijk ook. Wat moet ik zeggen, eigenlijk best wel een grappig verhaaltje. Dat vertel ik naar deze stapel. Weet je het zeker, Stevie? Dat ga je vergeten. Nee, dat vertel ik naar dit stapeltje. Zeker weten. Zeker? Ja, echt zeker. Goed. Nou, dan zijn we heel erg nieuwsgierig naar stapeltjes. Gaan we op gauw brengen. We hebben een Helix Fossil Omnite. We hebben een N. En dat is een hele goede kaart. Die zijn we heel vaak tegengekomen bij tournaments. Dilgong. Riolu. Quatony. Burmy. Snubbull. Bronzor. Reversed Holo Barbacool. En gaan we gelijk naar... Nee, we hebben geen dubbelpool. Helaas, we hebben Mandibuzz. Weer zo'n vogel. Ik heb met Oricorio, dat was ook zo'n vogel. Daar heb ik ook slechte ervaringen mee. Maar goed, dat verhaaltje was als volgt. Ik was boodschappen aan het doen en ik dacht bij mijn eigen van... Goh, is het een keertje leuk om een pakje Fates Collide te gaan halen. En zo schokkend. Die heb ik niet bij René Cards gehaald, omdat René Cards, ja, die zit helemaal in Naaldwijk. En dat is voor mij nogal best wel een eind rijden. Dus ik kocht een pakje Fates Collide en ja, toen ging ik pizza halen bij Domino's. Want ik had volgens mij elke nachtdienst. Ik weet niet meer precies hoe dat er in elkaar zat. Het enige wat ik nog weet is, ik opende dat pakje en trok er gewoon een full art Umbreon uit. Ik moet zeggen, die pizzeria was net blij toen ik dat pakje openmaakte. Goed, in ieder geval. Duozin. Kijk eens kijken. Cinco. Ik probeer hem nog steeds uit te spreken. Koffing. Furby. Volby. Larvitar. Seal. Reversed Holo N! Nice. De N van nice, maar wat eronder zit is niet echt nice, want dat is de reg, ja, de normal reg, de carving. Dus, maar Reversed Holo N is nice, ik bedoel, oké, we zijn gelijk met een Mega Arduino eigenlijk begonnen, dus ja. Maar ja, we hebben nog genoeg pakjes te gaan, we zitten nog niet zo lang in deze video, dus in elk geval zijn die gegaan, verhaal is eigenlijk best wel leuk. Heb je nou zelf ook zo'n momentje dat je dus ergens een keertje een pakje hebt gehaald? Of dat je een pakje van een vriend kreeg? Of dat je ergens gewoon zat, dat je dus iets opende en dat er dus een hele mooie kaart in zat die je dolgraag zou willen hebben? Laat het weten in de reacties. Ben ik zeker nieuwsgierig naar wat jullie is overkomen. Goed, Warmadan,
Pokémon Fanclub, ook weer een hele positieve kaart. Ardeno Spirit Link. Nou, we hebben de Mega Ardeno, hebben we daar liggen. Larvitar. Volibee. Minkino. Whistler. Gothic Alex. Ze hebben iets te ver over dat we al reverse hollow Whistler zien. Lugia Regular Rare. Nee, maakt niet uit. Dan gewoon verder. Dus, dat soort dingen. Ik weet nog ook, ja, ik weet niet of ik dat verhaal zelf vertelde van mijn waarom ik bijvoorbeeld zo'n hele lange Vitribel. Ik geloof dat dat toen in die scène zat. In die serie ben ik dus niet meer zeker. Het probleem was, iemand die had toen een Charizard te pakken gekregen bij de eerste serie. En die was voorgedrongen. En volgens mij heb ik dat verhaal al een keertje verteld. Want ik hoor nog iemand in de comments. Nou ja, ik lees nog iemand in de comments zeggen tot dat was heel erg brutaal van die gast. Maar in ieder geval, we beginnen al met een goede kaart. Namelijk Never Breaks, en die hebben we eigenlijk nog niet gezien in deze serie. Dat is eigenlijk best wel grappig. Mega Catcher. Riolu. Spoink. Diglett. Larvitar. Meowth. Reversed Hollow Mega Catcher. Zeker heel erg nice. En oh mijn god. Ik dacht wel even dat het Chris Ford was, maar we hebben nog een Ford Altaria EX. Dat is eigenlijk best wel grappig, want in de vorige aflevering hebben we Altaria EX ook te pakken gekregen, maar niet de Full Art. En nu trek ik gewoon de Full Art. En ik moet zeggen, jongens, die Full Art is zo mooi. Oké, het is niet Glaceon, ik weet het. Jullie horen al een beetje van... Maar ik moet zeggen, ik waardeer de art echt. Ook al is het geen evolutie. Bij mij is het niet alleen evoluties. Oké, eigenlijk wel, maar... Ik vind deze kaart ook heel erg mooi. Ik bedoel, kijk naar die gouden lijn eromheen. En hoe dat die dus zo mooi reflecteert, echt. En hoe dat gewoon de teksten dwars doorheen gaat, dat blijft nog altijd mooi. Met GX en maar ook met EX. Ik vind dit een hele mooie kaart. En nice. Eigenlijk wel grappig hoe dat je eigenlijk in de eigenlijk hoort. Hoe dat ik echt in het begin dacht van, oh mijn god, het is dit. Want ja, blauwe achtergrond hier, dat is echt Glaceon. En dat je daarna echt zo hoort van, oh, het is geen Glaceon. Yay. Nice. Nee, ik vind het een hele mooie kaart. Alleen, Altaria, ik heb hem zelf nooit in mijn deck gebruikt. Omdat, ja, ik zeg heel eerlijk, de decks die ik maak, daar moet minimaal gewoon een paar EV's in zitten. Want anders ben ik gewoon niet tevreden. En ik heb medelijden met mezelf, want ik dat moet helemaal opruimen. Het is hier nou een bende met al die papiertjes en rolletjes en verpakkingsmaterialen. En weet ik niet allemaal wat nogal meer. Goed. We gaan gewoon verder met Whimsicott. Ammonite. Zygarde. Zo. Fennekin. Seal. Diglett. Snivy. Koffing. Reversed Hollow Bronzong. En gaan we voor een Double Ball Explode. We hebben nog geen Hollow Rare eigenlijk tegengekomen. Dus daar hebben we best wel van te kijken dat we die nog niet tegen zijn gekomen. Maar who cares, we hebben nog genoeg pakjes. Dus we gaan gewoon heel eventjes verder. En ja, hij staat hier nog steeds hoor. Hij staat daar nog steeds. Maar ja, we hebben ondertussen een Full Art erbij. En laten we heel eerlijk zijn. Oh, die Full Arts. Die waren en zijn nog steeds gigantisch mooi. Ik bedoel, een Full Art ergens uit te halen, dat blijft nog steeds geweldig. En ik heb hier achter mij heb ik dus een... niet eigenlijk achter me. Die ligt daar net achter de schermen. Daar ligt dus mijn Eevee map. En daar zitten dus alle Eevees die ik niet in mijn deck heb zitten. En daar zitten dus ook een paar Full Arts in. En ja, die blijven gewoon heel erg mooi. Altaria Spirit Link. Doomfossil Kabuto. Hawlucha. Minkino. Deerling. Ik hoop het echt nog steeds goed uitspreken. Carbink. Fennekin. Solosis. Reversed Hollow Diglett. Rotom. Oké. Nou ja, het is geen Rotom Dex, omdat die bestond nog niet in Fates Collide, omdat toen X en Y net uit was. Dus, de Rotom Dex. Nee, de Rotom Dex is echt zo'n moeder. Sorry, maat. Ik hoor hem even een random geluid. Ik denk, wat de hel is dat? Sorry jongens, ik ben heel eventjes... Ah, het is nog steeds 30 graden hier in de studio. Nou ja, niet in de studio is maar 24 graden, maar buiten is nog steeds 24 graden, of 30 graden. En ik weet het, er is onweer geweest. En dat heb ik helaas niet kunnen filmen, want ik moest werken. Ja. Vergeet niet, YouTube, ik doe het heel erg graag. Ik vind het hartstikke leuk om video's voor jullie op te nemen. Ik gooi er echt heel veel enthousiasme in. Maar er zijn van die momenten, dan moet je toch werken. En ja, dan mis je dus bijvoorbeeld dingen zoals onweer. Dus ik probeer zeker weer een keertje een stormchase video te maken. Maar op het moment, ja, dan moet ik natuurlijk wel tot het gaat onweren. Tot er een mooie onweersbui is. Tot we daar inderdaad weer mooi in de pollen gaan staan. Dan zie je natuurlijk de artist van het nieuwe logo. Onze Furfox, die zien we dan natuurlijk ook weer terug in een...
Storm Chase video, maar dat is altijd geweldig. Dus ja, waarom ook niet. In ieder geval, Kinkino. Hij heet elke keer anders. Devolution Spray. Devotion. Jigglypuff. Iedereen trouwens die Pixelmon heeft gespeeld en weet dat. Devotion. Riolu. Bronzor. Dearling. Carbink. Reverse Hollow Energy Pouch. En ik ging een beetje net weer te snel. En hier hebben we dus een Bronzor. Regular Rare. Meh. Oké. In ieder geval. Ik hou de pakjes. Of ja, de stapels een beetje goed bij. Geen geen trots op mij. Want ik geloof. Ja, in de studio, ik weet het, het is een beetje aan de stille kant, vandaar die leuke achtergrondmuziek er een beetje bij. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik vind het wel wat makkelijker om het op te nemen, want het is iets makkelijker in verband met belichting. En er is meer afleiding. Ik bedoel serieus, ik vind het wel gezellig om bobbels te maken en dat blijft altijd gezellig. In ieder geval, Omanyte, Kabuto, Pokémon Fan Club, Riolu, Cottony, Burmy, Snubbull, Bronzor. Shuckle, Reversed Hollow, en Reunclus. Regular Rare. Nou, de laatste drie pakjes weer. Eigenlijk best wel jammer. Dat gaat toch iets beter zo gaan. Goed. Nou, gaan we verder met de unboxing. We hebben nog twee pakjes hierna. Moet wel eventjes de bulk even opruimen. Echt even goed kijken, ik heb mijn vinger er goed onder. We hebben hier Zoolosis. Dus ik zet de boek even eventjes weg, kunnen we het omdraaien. Dus we weten in ieder geval dat er als een loze zin zit. Heel erg belangrijk. Here we go. Suckle. Dan Fossile Kabuto. Special Energy. Hehe. Onze eerste Double Colorless Energy. Of DCE ook wel genoemd. Slowsis. Snivy. Snubbull. Binnengold. Meowth. Reversed Hollow Larvitar. Ik vind het nog steeds grappig dat hij eigenlijk daar bij het water zit, terwijl dat hij een hekel heeft aan water. Regular Rare Zygarde. Weet je legendary, maar wat is het met al die Regular Rares? Geef dan een Hollow Rare of geef je een IE, is ongelukkig. Goed, nou, twee pakjes nog, dus we hoeven nog niet naar de spannende muziek. Editor nog niet. Denk toch. Goed. Let's do this. Goed. Eerst eventjes dit. Niet juist. Nogmaals, codekaart. Ja, heel erg sorry, maar ik ken ze helaas niet echt even in de video in verband met... Er zijn te veel snipers die dus echt zo snel alleen maar naar de video gaan om te kijken of ze de codes te pakken kunnen krijgen en daarna weer weggaan. Ik geef ze liever een keertje in de giveaway. Goed, in ieder geval. Sikino. Old Amber Aerodactyl. Scorched Earth. Larvitar. We hebben al heel veel goede kaarten. Vallaby. Minkino, alweer? Hebben die niet twee keer dan? Zeg ik dat nou goed? Nee, Cincino en de Evolutie. Dus. Ik kan ze gewoon niet uitspreken. Whismur. Gatata. Reverse Hollow Carbink. En. Weer een Regular Rare. Wat is dat toch? We hebben weer twee Jacks te pakken gekregen. Maar wat is het met al die Regular Rares die we toch hebben? Goed, laatste pakje. Spannende muziek. Weer niet. Het eerste pakje was een blast. Zo, het laatste pakje precies hetzelfde zijn. Alles is mogelijk. Spannende muziek. Zo. Dit pakje zo. Mena. Hallootje. Weezing. Last Special. Follow Me. Fennekin. Whismur. Mikino. Gatita. Reversed Hollow Cincino. We hebben volgende Mew Reversed Hollow Rare. We hebben Mew. No! Ik vind dit een blast. We hebben toch nog een Hollow Rare te pakken gekregen. En dan niemand minder dan de meest wanted Mew. Ja, yep, die zat in Fate Collide. En wat een geweldige kaart om eigenlijk mee af te sluiten. Ik wil serieus, kijk naar die art. Ik zei, heb je eindelijk een keer een foto van Mew en zelfs Mew is ervan verbaasd van, oh, je hebt ook de foto kunnen krijgen? Serieus. Nice. Ik ben hier zeker blij mee. Ik bedoel, die art is geweldig. Zeker een hele mooie kaart. Dus. We hebben Mew. Mew, je moet wel in beeld zitten hoor. Verbaasd erop. We hebben op zich twee hele mooie EX'en te pakken gekregen. En we hebben natuurlijk de Hollow Mew. En Mew die was echt heel erg populair in verband met... De,
beter. Dat deck nou ook alweer de Night March deck. Mew is gewoon awesome. Ik bedoel, ik gebruik hem ook heel erg graag in mijn Eevee deck in verband met de combinatie met Jolteon en Glaceon. Dus in ieder geval, daar waren deze 12 pakjes. Er komt nog een derde part aan. Heb je leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Natuurlijk laat ook eventjes weten als je een leuk moment had dat jij zelf een boosterpakje openmaakte. En er zat iets awesome in. Laat dat zeker weten als je dan de tijd hebt. Laat een like achter voor deze geweldige Full Art. En voor Mew natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. En hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. En ja, in de volgende video dan hebben we een afsluiting. Dus dan komt mijn gezicht ook weer in beeld. Sorry dat mijn gezicht niet in beeld is geweest. Ja, Eevee's gezicht in beeld. Eevee's gezicht in beeld.